tegen Inter. Inter met Jonk, die weggaat, en zonder Bergkamp, geschorst, die blijft. Lazio met Signori, zijn halve omhaal gaat naast en over. Uit een hoekschop in de vijfde minuut maait Bertie eerst mis, maar scoort dan voor Inter 0-1. En hij viert dat met een hupje. Diezelfde Bertie kaatst wat later op Jonk. En Jonk hoopt bij PSV beter van afstand te schieten. Fuser, goede actie. Voorzet richting Baksic, die schiet hopeloos over. Jonk, goed binnendoor op Del Vecchio. Del Vecchio kapt, schiet, het is meer een rollertje. Dan Paganin. Op Orlandini, die schiet naast. En dan dit moment. Signori, geen buitenspel, gaat neer tegen doelman Paluca. Het is een strafschop voor Lazio en vragen om rood is niet collegiaal. Signori neemt hem zelf, doet dat op zijn Braziliaans zonder aanloop. 1-1, 10 minuten voor rust. 3 minuten later, Rambaudi, goede paas op Negro. Negro scoort, 2-1 voor Lazio en Negro is niet gek, maar een vliegtuig. Dan komt Sosa in de ploeg bij Inter en zien we Orlandini met een AK'tje, een actie van aparte klasse. Winter. Boksiet. Ruikt zijn lichaam goed, stift, tweede paal, komt Rambaudi. En die scoort, het is 3-1 voor Lazio. Een actie binnendoor. Schot van Winter, nadat Signori in had geschoten. En ook Di Matteo krijgt hem er niet in. In blessuretijd een stift van Orlandini. Met zijn linker, fraai, maar het wint de hoofdprijs net niet. 4-1 wordt de eindstand in het voordeel van Lazio. Signori bereidt het laatste doelpunt voor. De maker heet Aaron Winter. Die het in Lazio shirt goed blijft doen. Lichtblauw was hem voorlopig beter dan oranje. Padova, Reggiana 3-0. Foggia, Fiorentina 2-1. Parma tegen Bari.